Om de fattenswaardigheden dat mensen beter lezen en schreeuwen kennen, komen Sanium de digitaalhuizen in de bibliotheken. Plakken dat mensen aan de slag kennen mooi taal. Want een taalachterstand betekent ook een achterstand in de mienschip. En wat je vaak ziet is dat mensen er tegenaan lopen als ze op internet vragen moeten, formulieren moeten invullen, medicijnbijsluiters moeten lezen. Dat ze daar te weinig middelen voor hebben eigenlijk om dat goed te kunnen begrijpen. Dus wat we willen gaan doen is mensen leren oefenen, maar ook het plezier laten ervaren van taal. Dat willen ze van mekaar krijgen door speciale plakken in de bieb te maken. Desteen makkelijke boeken, worden leesclubs houden en digitale cursussen doen. Maar als je net goed lezen kennen, dan ga je net gauw naar de bibliotheek. En daarom willen de toekomstige cursisten actief benaderen. Wij gaan op zoek naar allerlei bedrijven en vindplaatsen zeg maar, waar die mensen zijn. Met name bij schoonmaakbedrijven en bedrijven als Humanitas, Liggende Zeils. Het nieuwe programma begint juist met de week van de alfabetisering. Daarom lezen BNW van Ljouwert juist voor onleerlingen van basisschool. De oortraap wie van Borgemaster Kroonen. Riep de koning, wat? Opmerkelijk is dat een van oorsprong Schotse schreeuwer deze dag organiseren had. Want hij weet hoe dreigt de Nederlandse taal wezen kan. Ik had er vroeger ook echt heel veel moeite mee. Dus het is heel veel oefenen en ik weet gewoon als je vroeg begint, jong begint, dat het zoveel makkelijker is later in je carrière, je loopbaan, als je goed bent met lezen en schrijven. En de leskwaliteiten van de Borgemaster, dat zit neffens de ben wel goed. Poepie. Jonge kinderen kunnen veel sneller lezen, maar hij is al best oud als je dat vergelijkt met jonge kinderen. Dus dan vind ik dat hij het best goed deed.